Deze les gaat over een aantal belangrijke begrippen die je nodig hebt om het jaar geschiedenis heel huids te overleven. een eerste verschil tussen twee begrippen is het verschil tussen het verleden aan de ene kant en geschiedenis aan de andere kant. Hè. Dus het verleden is wat er echt gebeurd is, ja, en de eigenlijke feiten. Geschiedenis is het verhaal over het verleden. Geschiedenis is dus altijd iets dat gemaakt wordt, iets wat mensen construeren. Bijvoorbeeld een boek, of een film, of een wetenschappelijk werk. En we moeten natuurlijk goed beseffen dat dat niet helemaal hetzelfde is als het echte verleden. Want als je een beschrijving gaat maken, dan gaan mensen in een fantasie dat ze zich anders gaan voorstellen. Dat is een eerste iets. Bijvoorbeeld, je weet dat Nachtwacht en Game of Thrones en Harry Potter niet echt gebeurden. Maar weet je dat bijvoorbeeld ook als je een historisch boek leest? Veel mensen die denken, zoals dat hier staat, is dat echt. Maar we moeten ons natuurlijk in ons achterhoofd houden dat dat eigenlijk niet echt is. Een historicus moet natuurlijk vragen stellen. Hè? Dat is heel belangrijk, historische vragen. Dat is niet zo moeilijk als je gevraagd wordt op een toets om die te herkennen. Hè? Dus het moet meestal over het verleden gaan. Bijvoorbeeld, hoe bouwde men de piramides? Dat kan een vraag zijn naar een detail, iets heel kleins. Hè? Hoe hoog was de piramide? Dat kan ook een heel ingewikkelde vraag zijn. Om dat te kunnen onderzoeken, gaan historici eigenlijk bronnen verzamelen. Die bronnen die gaan ze dan observeren, die gaan ze gaan bekijken op een bepaalde manier. Dat is dan de historische methode, dat is voor straks. Dat betekent dus dat men op een bepaalde manier naar het verleden gaat gaan kijken. Dus geschiedenis gaat op een bepaalde manier naar het verleden gaan kijken. Dat betekent ook dat geschiedenis kan veranderen. Want als wetenschappers plotseling een nieuwe ontdekking doen, als ze zien van ja, wat we eigenlijk in dat vorige boek vertelden, klopt eigenlijk niet meer, want we hebben nieuwe ontdekkingen gedaan. Hè. Dan zie je dat geschiedenis dus eigenlijk iets is dat kan evolueren. Bijvoorbeeld in deze slide, aan de ene kant de Neandertaler zoals hij 100 jaar geleden werd voorgesteld. Aan de andere kant de Neandertaler zoals hij nu wordt voorgesteld als een moderne mens eigenlijk. Dus men is daar tot inzicht gekomen van, oei, we waren fout. Hè. Hij zal er misschien wel meer uit te zien hebben zoals wij. In hoofdstuk 2 focussen we even op onderzoek. Dus dat is al verteld, dat de historicus historische vragen stelt. Die oefening daar op de linkerkant, die kan je nog een keer opnieuw maken in de cursus. Dat is de oplossing hier, vind je die zo. Oké. Wat zijn bronnen? Alles wat nagelaten werd uit het verleden. Ja, we gaan straks nog een indeling maken. Hoe verder je in het verleden gaat, hoe zeldzamer bronnen zijn. Dat is logisch. Over de tijd van de Romeinen zijn er minder bronnen te vinden dan bijvoorbeeld de jaren 80. Hè? De kindertijd van jouw leraar geschiedenis. Bronnen worden bewaard, natuurlijk. Bijvoorbeeld in een archief of in een museum. Het ergste dat kan gebeuren voor de historicus is als bronnen er niet meer zijn. Als ze verdwenen zijn. Hè? En dat is eigenlijk ook iets waar een historicus rekening moet mee houden. We hebben daar geen bronnen over. Bijvoorbeeld de brand van het Nationaal Museum in Brazilië, die heel wat bronnen kapt. Ja, hier zien we een aantal voorbeeldjes. Er staat hier maar één werk en alle anderen zijn bronnen. Denk ik er zelf na welke het is. Ja, het is het boek in het midden natuurlijk. Al de rest zijn bronnen. Ja, hier nog zo'n oefeningetje. Het is ook weer het boek. Is het werk. Oké, okay, historisch denken over bronnen. Hoe doen we dat? Eerst en vooral gaan we de bronnen gaan indelen. Dat is eigenlijk iets wat vaak gebeurt, ook als je bijvoorbeeld in de natuurwetenschappen, als ze een nieuw dier ontdekken, of een nieuwe insectensoort, dan gaan ze die eerst gaan indelen. Waar past die bij? Historici doen dat ook. Dus we kijken. Het is eenvoudig. Er zijn twee categorieën. Je hebt de geschreven en niet geschreven bronnen. Eigenlijk zeggen we dat geschreven bronnen bevatten tekst, niet geschreven bronnen bevatten geen tekst. Ja? En ik zie dat er hier bij niet geschreven eigenlijk een foutje staat, want op die zuil staan er natuurlijk hiërogliefen. Ja? Oké, okay, nog een onderdeling die we gaan maken. Dus de eerste keer, eerste stap is geschreven, niet geschreven. Tweede stap is gaan kijken primair of secundair.
Oké, okay, klinkt weer heel moeilijk, maar het is het eigenlijk niet. Primair betekent zoals het vroeger was. Ja? Primair betekent eigenlijk de eerste bron. Dateert uit de tijd zelf, dus wat beschreven wordt. Secundair is iets wat later gemaakt wordt. Ja? Dus een hedendaagse historicus bijvoorbeeld, die een boek maakt over het verleden, dat is een secundaire bron. Die persoon was er niet zelf bij, heeft het niet zelf gezien. Ja? Dus dat is het verschil tussen primair en secundair. Primair zou je kunnen zeggen, origineel, uit de tijd zelf. Secundair, later gemaakt, met getuigenissen aan de hand van bronnen. Ja. Dat is eigenlijk aan de hand van andere bronnen, een secundaire bron. Ja? Ja, dus wanneer we met bronnen gaan werken, is stap 1 hebben we al gedaan, dan gaan we eerst gaan indelen. Denk een keer na, hé, welke indelingen waren er ook alweer, weet je het nog? Geschreven en niet geschreven. En dan de tweede daar was primair en secundair. Hé? Dus dat is stap 1, stap 2. Je moet die stappen die we nu overlopen, die moet je van buiten kennen. Moet je kunnen toepassen op de toets, kan ik die vragen. Hé? En stap 2 doen we eigenlijk heel eenvoudig. Hé? We noemen dat de ID-kaart van de bron. Maar dat is niet zo moeilijk, dat zijn eigenlijk gewoon de W-vraagjes. Hé? Je gaat over de bron een aantal vragen stellen. Hé? De bedoeling is dat we te weten komen of dat eigenlijk een goede bron is voor ons onderzoek. Pas op, al die vragen die we stellen, doen we eigenlijk met de historische vraag in ons achterhoofd. Ja? Dus we stellen ons eerst die vraag, hè? Bijvoorbeeld, hoe hebben de mensen de piramides, of hoe hebben de Egyptenaren de piramides gebouwd? En dan gaan we naar een aantal bronnen kijken. En we stellen ons de vraag, hè? Wie heeft die bron gemaakt? Ah, het was een Egyptenaar, dat zit al goed bijvoorbeeld. Hè? Wat is de boodschap van de bron? Waar is de bron gemaakt? Wanneer? Duizenden jaren geleden. Ah, dat is natuurlijk ook al goed, hè? Waarom? Voor wie is de bron gemaakt? En dan kunnen we tot een eerste conclusie komen, maar we gaan dat op dit moment nog niet echt doen. Hè? We sparen nog een beetje tot straks. Dan gaan we de inhoud van de bron bekijken. Hè? Dan beschrijf je de bron. Hoe ziet ze eruit? Het is een boek over de Eerste Wereldoorlog, bijvoorbeeld. Dan kijken we, is de bron bewerkt? Ja? Want als er iemand aan geprutst heeft, als er iemand de bron veranderd heeft, dan heeft dat natuurlijk belangrijke gevolgen. Ja, het zou kunnen zijn dat de bron dan minder betrouwbaar is natuurlijk. En een volgende stap, dan stellen we ons de vraag, is het feit of mening? Ja, ook daar, als het allemaal mening is, zou dat kunnen zijn dat onze bron wat minder betrouwbaar maakt natuurlijk. We moeten daar dan mee rekening houden. Stap 4 is dan de conclusie. Dus stap 1 is eigenlijk indelen. Hey, onze twee vraagjes daar, geschreven en niet geschreven, primair en secundair. Stap 2 zijn de W-vraagjes. Stap 3 is de inhoud gaan bekijken en stap 4 is de conclusie. Is die bron nu bruikbaar? Is ze betrouwbaar? Ja? Representatief, staat hier nog in het Engels, dat is nog een overschotje van de krielcursus, is... Ja, op dit moment niet zo belangrijk. Hè. Dat is misschien nog iets wat te moeilijk. Hè. Dus denk vooral na, kan ik die gaan gebruiken, die bron? Hè? Ja, bijvoorbeeld, hè, want ze is betrouwbaar. Hè. De persoon was er zelf bij, duizenden jaren geleden. Of nee, ik kan het niet gaan gebruiken, want de persoon heeft eigenlijk alleen maar zijn mening, bijvoorbeeld. Hè. En dan heb je ook betrouwbaarheid. Hè. Dat is een beetje hetzelfde als bruikbaar. Hè. Is de bron betrouwbaar? Of staan er leugens in? Nog één belangrijk iets, als je aan het studeren bent voor de cursus, alles wat op... maar de cursus is verkeerd afgedrukt, dus ik moet even nadenken. Alles wat op de evenpagina's staat, is... Wacht hoor, ik zie de cursus nu niet voor mij. Is oefening. Ja, hoef je dus niet van buiten te leren. Alles wat op de oneven pagina's staat, moet je wel van buiten kennen. Ja? Voilà, dat was de les. Helemaal terug in een zestal minuutjes. Ik hoop dat het wat duidelijk was. Mochten er vragen zijn, dan mag je gerust via Smart School doorsturen. Het verschil tussen een historische bron en historisch werk. Het is niet zo moeilijk. Hè? Dus de bron is het artefact, het materiële voorwerp uit het verleden. Of een verhaal dat verteld wordt. Hè? Dat is dan een monding of een schriftelijke getuigenis. Dat is het basismateriaal dat historici gebruiken. Een historisch werk is dan iets dat gemaakt wordt over die bronnen. Bijvoorbeeld een boek,
een strip, een film, een krantenartikel, een wetenschappelijk werk. Dus werk is eigenlijk het resultaat van wetenschappelijk onderzoek, van het werk van een historicus. De bronnen zijn de originele dingen.